De eerste naar een Zwitsers ontwerp in Nederland gebouwde draagvleugelboot is deze dagen in Alkmaar gedemonstreerd. Onder de romp zijn aan voor- en achterzijde stalen draagvleugels aangebracht. Opvallend is de kleine schroef die met 3000 omwentelingen per minuut zorgt voor de voortstuwing van het scheepje dat zich zodra de snelheid groot genoeg is uit het water verheft als gevolg van de opwaartse druk die op de draagvleugels wordt uitgeoefend. De boot wordt vrijwel geheel uit het water getild waardoor de weerstand van het water tot een minimum wordt teruggebracht hetgeen uiteraard de snelheid bevordert. Op het Alkmaardermeer bereikte dit nieuwe model motorboot tijdens de demonstratie een snelheid van bijna 75 km per uur. In Duitsland, Zwitserland en Italië zijn reeds verschillende schepen van dit type in de vaart. In ons land volgt men onder andere in marinekringen en bij havendiensten en waterpolitie de ontwikkeling van de draagvleugelboot met veel belangstelling.